Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb alweer een shoplog voor jullie. Misschien denk je, oké, de laatste tijd zijn er heel veel shoplogs online gekomen en dat is ook zo. Maar dit keer moest ik cadeautjes gaan kopen voor mijn zusje, want mijn zusje is dinsdag jarig. En daar moest ik cadeautjes voor kopen en bij de Action kun je gewoon hele leuke cadeautjes kopen natuurlijk. Ze had geen lijstje aan mij gegeven, dus ik mocht zelf cadeautjes bedenken. En ik moest ook echt in de Action mijn plan ineens omgooien, omdat ze bepaalde dingen niet meer hadden. Ik heb voor haar cadeautjes gekocht, maar naast dat ik voor haar cadeautjes kocht, kwam ik ook weer met andere dingen naar buiten. En ik dacht, ik vind zelf Action shoplogs altijd heel erg leuk om te kijken, en volgens mij jullie ook. Dus ik dacht, ik ga er gewoon weer een shoplog van opnemen. Het leuke is, ik kan de cadeautjes die ik voor mijn zusje heb gekocht ook gewoon laten zien in deze shoplog. Ik had haar al verteld dat ik cadeautjes ging kopen of had gekocht. En toen vroeg ik ook eigenlijk aan haar van, nou, ik ga een shoplog opnemen. Vind je het leuk als ik jouw cadeautjes laat zien? Maar dat betekent dan wel dat je de shoplog mag kijken als jij de cadeautjes hebt gekregen. En toen zei ze, ja, ik vind het wel leuk als je het laat zien. En dan vind ik het niet erg om te wachten om de video te bekijken. En het is een jonge dame van bijna 22. Dus dan kun je ervan uitgaan dat ze dat ook gewoon niet doet. Want dan heb je niet meer zo de drang om te willen weten wat je gaat krijgen. En dus eigenlijk was dat eventjes de korte mededeling vooraf. Als je ook zoveel shoplogs houdt, doe je alvast je duimpje omhoog. En dan ga ik snel beginnen met de spulletjes die ik kocht bij de Action. Ik heb weer een hele tas vol, zoals je kunt zien. Ik moest deze tas trouwens ook weer kopen, want deze slimmerik die was weer eens vergeten om een opvouwbaar tasje mee te nemen. En dat komt, ik moest even van tas switchen en toen ben ik gewoon vergeten om die tasjes er terug in te steken. En toen kwam ik erachter, ik heb niks bij me. Dus toen heb ik eventjes deze shopper erbij gekocht. Ik vind hem wel leuk, is een zomereditie. Ja, shoppers komen altijd van pas. Ik denk ook maar zo, zo heb je 0 shoppers en zo heb je er ineens 4. Dus, nou ja, geen probleem. Ik ga gewoon eventjes beginnen met inpakpapier. Ik kocht een rol inpakpapier, want ja, ik moest cadeautjes hebben, dus die moeten ook ingepakt worden. En ik wist niet meer of ik voldoende in huis had. Dus ik dacht, ik neem maar even een nieuwe rol mee. En ik vond deze wel heel erg leuk. Gewoon roze met, ja, soort bloemetjes lijken het wel. Ik vond deze in ieder geval heel fleurig uitzien. Dus dit is ook gewoon papier. Dit is niet van dat folie of zo. En dat vind ik toch altijd prettiger met inpakken. De prijzen van de producten zet ik eventjes hier in beeld. Dus ja, eigenlijk heel simpel een rol inpakpapier. En ook kocht ik een rol met transparante folie. Want ik wil er gewoon een heel erg leuk pakketje van gaan maken. En dan komt folie eigenlijk ook altijd heel erg leuk van pas. Dat staat super leuk. En ik dacht, ja, dat vind ik ook wel leuk. Dus ja, transparante folie, zoals het eigenlijk heet. Dan de cadeautjes die ik voor mijn zusje kocht. Allereerst kocht ik een nagellakhouder. Dit is zo'n houder die je gewoon om je vingers kunt schuiven. En waar je dus een potje nagellak in kunt zetten. Tegenwoordig heeft Action ze ook. En ja, ik vond dit wel een leuk cadeautje om te geven. Want is gewoon super handig. Zo kun je ook je nagels lakken eventueel op de bank als je dat wil. En zo kan je potje niet omvallen. Dat is echt ideaal. Ze hadden 2 kleuren, roze en blauw. En ik weet dat mijn zusje meer van blauw houdt dan van roze. Dus ik koos voor haar een blauwe kleur. Ook kocht ik een verjaardagskaart voor haar bij de Action. Ik moet wel zeggen dat ik vond dat ze meer kaarten hadden voor kinderen dan eigenlijk voor een volwassene doelgroep. Maar uiteindelijk vond ik deze. En deze vond ik wel leuk met zo'n 3D effect zo. Ik weet niet of het echt overkomt bij jullie. Heel licht, denk ik. En dan staat er binnenin, staat er enjoy your day. En ik vond deze wel heel erg leuk. En er zit ook gelijk een envelop bij, dus super handig. En ja, het is altijd leuk om een kaart te krijgen bij je cadeautjes. Of dat je hem toestuurt, maar ik zal hem bij het pakketje inpakken in ieder geval. Dan kocht ik een concealer voor haar. Dit is zo'n concealer stick. En ik ben voor de kleur Light Ivory, dat is de 021 gegaan. En
Ik heb hier al hele goede verhalen over gehoord. Ik heb hem zelf ook liggen, maar ik heb hem nog niet getest. Maar de dingen die ik ervan heb gehoord, is die gewoon heel erg goed. En ja, een concealer komt altijd wel van pas. Ik weet ook bijvoorbeeld dat mijn zusje niet heel erg last heeft van donkere kringen of zo onder de ogen. Dus dan is de lichte versie prima. En ja, ik heb ook een beetje naar haar huidskleur gekeken. En ik denk toch dat licht beter bij haar huidskleur past dan dat ik een donkere variant had genomen. Dan kocht ik deze BB cream voor haar. Dit is een 5-in-1 BB cream met SPF 15 van het merk Fashion Professional. Ik ging voor de kleur 20 Light. Ik hoop dat deze kleur goed is voor haar. Ik weet dat ze normaal iets donkerdere foundations pakt. Maar ik had zelf het vermoeden dat het licht wel heel goed bij haar huid zou passen. En dit is gewoon heerlijk. Vooral nu je richting de zomer gaat, het warmere weer. Als je toch wat op je gezicht wil doen, ja, dan is BB cream gewoon een hele fijne vervanger voor foundation. Omdat foundation gelijk een stuk dikker aanvoelt. En BB cream is gewoon een stuk zachter. En dit is echt een hele fijne, want deze heb ik zelf ook getest. En ja, deze is heel fijn in gebruik. En ik vind de kleur echt heel erg mooi. Dus ja, hopelijk past deze goed bij haar. Dan was ik eigenlijk op zoek voor haar naar een micellair water. Op dit moment hadden ze bij de Action weer helemaal geen micellair water. Dat is dan altijd heel erg jammer dat je iets in je hoofd hebt en wat ze dan op dat moment niet hebben. Dus ik dacht, dan doe ik er gewoon een ja, zachtje met eye en make-up remover doekjes bij. Die komen ook altijd wel van pas. En ja, het is misschien niet het origineelste cadeau, maar ik dacht gewoon voor erbij is dat wel handig. Want ja, je wilt toch je make-up verwijderen en mocht je even snel het keertje willen doen omdat je niet zoveel hebt opgedaan, ja, zijn die make-up doekjes gewoon prima. Dus ja, niet heel bijzonder. Maar toch heb ik deze ook voor haar gekocht. Dan kocht ik ook een blush en dit is de DB blush. En dit is de kleur pink en dit is echt een hele mooie, mooie kleur. En ik had eigenlijk zelf in mijn hoofd om zo'n contourpaletje te kopen. En niet die hele grote, zeg maar, van Max & Mor. Maar je had ook een kleiner contourpaletje. Helaas kon ik die nu niet meer vinden. Dus misschien zijn ze alweer uit assortiment. Maar toen zag ik deze blush en ik dacht, dat is eigenlijk ook wel leuk. En dit is een hele goede, een hele heel stevig doosje ook. De verpakking bedoel ik dan, waar de blush in zit. En ik vond dit wel een hele geschikte kleur voor haar. Dus ik dacht, dan doe ik er gewoon een blush bij. Dan kocht ik ook een nagellak voor haar. Dit is een roze kleur. Dit is de kleur pink 330. Ik vond dit wel een heel vrolijke kleur voor de zomer. En ik dacht ook wel leuk, omdat ik ook zo'n nagellakpotje of nagellakhouder heb gekocht. Is het wel leuk als er ook een nagellakje bij zit. Dus ja, ik vond dit wel een leuk kleurtje. En deze heb ik overigens ook voor mijzelf gekocht. Want ik vond hem zelf ook wel heel erg leuk. Dus ik heb zelf ook zo'n roze kleurtje. Dan kocht ik een gezichtsmassageroller voor zowel mijzelf als mijn zusje. Ik was hier eigenlijk al wel een tijdje benieuwd naar. En het zag er wel heel erg leuk uit. En ik dacht, nou ja, misschien is het wel heel erg lekker. Mijn zusje die is druk met school en met studeren, werken, nou ja, al dat soort dingen. Dus ik dacht, misschien is het wel heel erg lekker om dan gewoon, als je een drukke dag hebt gehad, zo'n gezichtsmassage te nemen met zo'n roller. En ja, misschien is het nog wel lekkerder als iemand anders dat ding over je gezicht beweegt. Maar ja, ik vond dit er wel heel erg leuk uitzien. En ja, je kunt best wel veel massage mogelijkheden toepassen, zeg maar. Dus ik vond dit wel, wel leuk voor erbij. Het laatste cadeautje wat ik kocht, dat is deze hoes. Dit is een lingerie hoes, zoals het omschreven staat. Een opbergdoos voor lingerie. Nou ja, je kunt het ook zien. En dit is dan de binnenkant. Hier zit een, ja, een netvakje en ja, hier kun je gewoon ondergoed in doen. Heel erg handig voor op vakantie, maar ook gewoon als je het bijvoorbeeld in je la wil opbergen. Je hebt bepaalde setjes die gewoon niet opgevouwen kunnen worden, dan kun je ze hierin steken.
ik wilde deze zelf ook al heel erg lang hebben. Dus ik heb er voor mezelf ook een. En ik kocht voor mijzelf deze variant met roze. En het was heel grappig, want ze hadden deze ook in het blauw met stipjes. En die had ik dus eerst voor mijn zusje in het mandje gelegd. Toen wilde ik eigenlijk het vak gaan uitlopen. En toen zag ik, helemaal achterin zag ik nog deze met panterprint liggen. En toen dacht ik, oké, dan ga ik die blauwe terugleggen en neem voor haar de panterprint versie mee. Want zij is dol op producten met panterprint. En dit past gewoon helemaal bij haar. En mijn bedoeling is om de cadeautjes dan hierin te gaan stoppen. Voor zover het past. Wat niet past, doe ik gewoon los. En dat verpak ik dan met folie. Maar ja, dat is een beetje het idee. En ik vond dit er wel tof uitzien. Dus ik dacht, ja, dan heb ik toch wel een leuk pakketje met cadeautjes voor haar. Dan kocht ik eindelijk een fotolijstje. Ik was echt al de hele tijd weer op zoek naar een fotolijstje. Want mijn lieftallige katjes die hadden een fotolijstje van mij omver gegooid. En het glas was gebroken. Dus ik wilde heel graag een nieuwe hebben. Ik heb echt al verschillende keren gekeken bij Action. Hadden ze op dat moment geen zwarte. En ik wilde heel graag een zwarte. En nu hadden ze deze zwarte. En ik vond deze wel heel erg leuk. Het is gewoon om een kaart erin te steken die voor mij veel... waar ik veel waarde aan hecht. Dus ik vond deze prima. En ik ga hem ook niet meer neerzetten. Ik ga hem nu gewoon ophangen. Maar dit lijstje was wel leuk. En zwart wat ik wou. Dus prima voor ja, waar ik hem voor wil gaan gebruiken. Oké, dan kocht ik wattenstaafjes. Maar die zijn net open gegaan in de tas. Maar ik had wattenstaafjes nodig. Ik had laatst trouwens ook al wattenstaafjes gekocht die per stuk verpakt zijn. Maar die vind ik vooral handig om mee te nemen in mijn tas voor onderweg. Dus ik dacht, ja, ik wil ook weer eventjes gewone wattenstaafjes hebben. Deel te plak nu, dat is niet zo prettig. Dus ja, niet heel bijzonder, gewoon wattenstaafjes die nu helemaal door de boodschappentas liggen. Dus die mag ik zo even bij elkaar gaan rapen. Dan kocht ik ook een pakje met haarverf. Mijn haar begon weer wat uit te groeien en ja, het was ook eigenlijk best wel weer een tijdje geleden dat ik het had geverfd. Dus ik dacht, ik neem even een nieuw pakje mee. Wat ik wel heel jammer vind is dat de kleur die ik eigenlijk altijd had van de Action, dat die op dit moment er niet is. Dus ik ben eigenlijk voor een kleur gegaan die er vrij dicht naast ligt. Dat is deze geworden. En even kijken, dit is de 08. Ja, staat verder niet echt een kleur bij. Ja, het is gewoon een blonde kleur, maar ik hoop dat die een beetje overeenkomt met wat het was. Dan kocht ik ook gewoon heel saai trekpannenzakken. Dit zijn de zwarte vuilniszakken weer. Ik vind dit toch wel fijner voor de inhoud van mijn kattenbak. Als ik mijn kattenbak verschoon om deze te gebruiken. Want dan kan ik ook, als ik mijn konijnenhok verschoon, kan dat er gewoon bovenop. En deze zijn net iets steviger ja, dan de andere vuilniszakken. Zodat die niet scheurt en dat er ja, niet dat kattengrit overal heen gaat. Dus ja, deze trekbandzak. Niet bijzonder, maar wel heel handig om te hebben. Ook kocht ik gelijk de vuilniszakken met de lavendelgeur. Ik ben hier echt dol op. Ik vind het echt hele fijne vuilniszakken. Ik kan mijn vuilnisbak niet buiten neerzetten. Dus hij staat in huis. Dus dan vind ik het wel lekker als er ook een beetje een lekkere geur uitkomt. En die geur die blijft gewoon hangen. Die ruik je dan gewoon in je gang. En dat vind ik gewoon een stuk beter dan dat je de vuilnis ruikt. Dus ja. Deze bevallen nog steeds heel goed. Dus deze kocht ik weer. Dan kocht ik ook weer eventjes een pakje met grote wattenschijfjes. Ik heb altijd twee maten in huis. De gewone maat en de grote maat. En deze zijn vooral ook heel erg handig voor je gezicht make-up eraf te halen. En die kleine die gebruik ik ook heel vaak voor nagellak en dergelijke. En het zijn gewoon weer 50 van die grote wattenschijfjes. En ja, die zijn... prima. Dan kocht ik eventjes een portemonnee. Eigenlijk eventjes gewoon voor nood. Mijn katten die hadden dus in mijn handtas geplast. En er zat ook mijn portemonnee die er ook naar rook. Helaas krijg je die geur er gewoon bijna niet meer uit. Dus ik heb voor nood even mijn andere handtas gepakt. En toen moest ik ook even een portemonnee hebben. En deze was nu in de aanbieding. Dus ik dacht, nou ja, prima. Het is een hele simpele gewoon met... ja, zo'n opening en dit is de inhoud. Dus niet heel bijzonder, maar gewoon ja, even voor nood dat ik in ieder geval de inhoud weer er terug in kan stoppen. En hij heeft ook nog een achter... Oh nee, hij heeft geen achtervakje. Dit is er gewoon, dit zit er gewoon voor de sierop. Maar gewoon even puur voor nu, prima.
Dan kocht ik een handspinner. Ik was echt al heel erg lange tijd op zoek naar zo'n spinner. Ik weet dat het nu een hele grote rage is. Vooral onder de jonge kinderen. Maar ik hoorde dat dit ook heel rustgevend zou kunnen zijn als je stress hebt. En aangezien ik echt een mega stresskip ben. En veel stressvolle periode. Veel stressmomenten heb op dit moment. Dacht ik, nou, ik ga eventjes een poging wagen met zo'n spinner. En nu hadden ze weer bij de Action. Dus ik dacht, nou, ik ga wel een keer die proberen. Mocht dat niks zijn, dan ben je voor dat bedrag ook niet eraan bekocht. Ze hadden trouwens ook nu metallic spinners. Die waren wat duurder. Die zaten ook in een doosje. Maar ik dacht, ik ga eerst maar voor zo'n normale. En als dat goed gaat, dan kan ik altijd nog eens verder kijken of ik nog voor wat anders ga. Dus dit ga ik maar eens even proberen of dit wat voor mij is. Dan kocht ik even een zakje met kattenvoer. En eigenlijk had ik gezegd dat ik dit niet meer ging kopen, omdat mijn katten dit te lekker vinden. Maar ik twijfelde ineens of dat ik wel genoeg kattenvoer nog in huis had. Dus ik dacht, ik loop nu bij de Action. Ze hebben het voor. Laat ik gewoon maar weer eventjes een zakje meenemen. Dan hebben ze gewoon weer eventjes een verwenmomentje, omdat ze het gewoon super lekker vinden. En ik koos de variant met... Ik denk dat dit lam is. Ik weet het niet zeker, maar je hebt hem in twee soorten. Ik vind voor de roze verpakking, dus dan zijn mijn katten ook weer blij. Mijn shower gel was bijna op, dus ik dacht ik koop even een nieuwe bij de Action. En dit is een shower gel met lavendel en orchidee. Ik ga ook even ruiken. Nou, op zich best wel lekker. Hij ruikt nu heel aanwezig, maar dat komt nu natuurlijk omdat je hem ook puur ruikt. Dus ik denk vermengd met water dat het echt een heel erg lekkere geur geeft, ja. Het is maar gewoon dat ik mijn eigen weer lekker fris kan douchen en dat vind ik prima. Dus verder niet heel bijzonder deze. Ook kocht ik even een nieuwe shampoo. Mijn shampoo die was nog niet helemaal op, maar ik begon alweer een beetje te voelen dat het niet heel lang ging duren. En ik heb altijd de Intensive Repair van Dove. Dus ik keek eigenlijk toevallig even of dat Action hem nu had en ik zag hem staan. En ik dacht, oké, dan neem ik die gewoon even mee als backup. Dan heb ik in ieder geval weer shampoo staan en kan ik niet misgrijpen. Want dat vind ik echt een van de vreselijkste dingen die me kan overkomen, dat ik misgrijp met shampoo, conditioner en dat soort dingen eigenlijk. Dan kocht ik nog decoratielint. Ik dacht leuk om de cadeautjes een beetje vrolijker te maken. Ja, vind ik het wel leuk om lintjes te gebruiken. En dit vond ik wel heel erg leuk. Deze heeft hartjes. Je hebt een zilveren en dan heb je nog een dunnere met roze kleuren. En ja, dit komt eigenlijk altijd wel van pas, want het is altijd leuk om een cadeautje wat vrolijker te maken. Dus ja, vind ik altijd wel leuk om een lintje te gebruiken. Dan kocht ik nog een pennenhouder. Op mijn bureau slingeren de pennen echt overal rond. Ik word er echt een beetje gek van. Ik heb ook mijn markeerstiften weer tevoorschijn gehaald. Want ik ben weer een beetje van de lijstjes aan het maken. En dan vind ik het wel fijn om soms wat te markeren. En ik dacht, nou, dat moet toch allemaal een beetje netjes bij elkaar staan. Dus dan is zo'n pennenhouder wel handig. En ik kwam deze tegen bij de Action. Ik vond deze wel heel erg leuk. En ik ben voor een zwarte gegaan. Omdat ik zwart dan ook wel weer heel erg mooi vind staan bij mijn bureau. Dus ja, gewoon heel fijn om straks mijn pennen weer te kunnen organiseren. Dan kocht ik een nietmachine. En ik kocht zo'n ijzeren, zo'n ouderwetse. Die vroeger ook op de basisschool werd gebruikt. En dat vond je dan super interessant als kind. Want als de juf een nietje in iets ging maken, dat vond je er heel mooi uitzien. Ik zag deze en ik vond dit er gewoon heel erg leuk uitzien. Omdat dit me gewoon heel erg deed denken aan vroeger. Ook vond ik dat roze wel leuk. Dus ik dacht, hé, dan ga ik voor deze hier kunnen. 24, 6. Nou, zoveel nietjes gaan erin. Ik denk trouwens niet dat er nietjes in zitten nu. Ik ga even kijken of er ook nietjes in zitten. Er zitten geen nietjes in en ik heb zo'n vermoeden dat je deze gewoon hierin moet bijvullen. Dat is wel eventjes wennen, want normaal had ik gewoon zo'n andere nietmachine. Maar ja, omdat ik nu een nieuwe moest hebben en ik deze wel leuk vond, dacht ik even kijken hoe dat werkt. Maar ik heb zo'n vermoeden dat je dan gewoon deze er terug indrukt en dat je dan de nietmachine kunt gaan gebruiken. Dus ja, ik vind het wel een hele leuke.
Het allerlaatste wat ik kocht is een agenda. Ik wilde eigenlijk gewoon alweer een tijdje een agenda gaan gebruiken. En ik kwam deze tegen en deze zag er prima uit. Ik merk dat ik... Ik gebruik nu op dit moment wel mijn telefoon als agenda. Maar ik vind het gewoon veel fijner als ik het gewoon kan opschrijven. Dat ik er doorheen kan bladeren. Dat werkt voor mij gewoon een stuk beter. En ik zal hem er even uithalen om te laten zien hoe dat is... Hoe dat zit qua dagen. Het is allereerst gewoon ook weer met zo'n fijne koord. En hoe leuk is dit spiegeltje wat binnenin zit. Dat vind ik wel echt super leuk. En dan heb je... je dagen zijn gewoon zo, zeg maar. Dus dat is prima. Ook heel, ja, eigenlijk valt hij onder schoolagenda, maar ik vind hem ook, het is gewoon prima om hier mijn afspraakje in te schrijven. Vind ik ideaal. Dus heel blij mee met een agenda. Deze had je in verschillende kleuren, maar ik ben dan toch weer een meisje en ik vind van het roze leuk. Dus deze gaat lekker in mijn handtas, zodat ik nooit meer kan zeggen dat ik in ieder geval iets niet kan opschrijven omdat ik mijn agenda niet bij me heb. Dus heel blij met deze ook. Dan waren dit alweer alle spulletjes die ik heb gekocht. Bij de Action is deze shoplog weer ten einde. Ik hoop dat je het toch leuk vond om te zien. Ik vind toch wel weer dat ik met leuke dingen naar buiten ben gekomen. En ik had ook gewoon echt nodig. Dus het is gewoon altijd leuk om dan even bij de Action te kijken. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je op de hoogte willen blijven van mijn nieuwste video's, kun je gratis abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Doeg!